Maar ergens is het natuurlijk wel een beetje waar. En het vervelende is dat je dus zo moet gaan praten. Ja. Omdat je ergens vond dat je het eigenlijk niet mag zeggen. Maar je voelt het wel. Ja, je wil het natuurlijk wel doen. Dus je denkt dan, ik begrijp die klachten. En het kan ook niet. En het is niet efficiënt, maar ik begrijp het wel. Twee vrienden, beken ik ze toch van. Hij deed maar wat bij de quote. En hij zingt af en toe een foute noot. Net niet echt succesvol en niet echt heel beroemd. Twee vrienden, dit is de Sales Podcast. Gijs, godverdomme! Is dit een voorbereiding, Gijs? Is dit een voorbereiding? Zou je als presentator hier genoegen mee nemen zelf? Wat denk je zelf? Gijs, ga maar even staan. Kikkeren, 10 keer. Doe maar. Hij weet niet wat kikker is, is een knor. Nee, is een knor. Wij proberen natuurlijk op speelse wijze in te leiden dat wij het gaan hebben over Matthijs Gate. Nou, Matthijs Gate en angst in het algemeen. Want wij kennen natuurlijk echt wel wat angsten. En Matthijs, als jij onder Matthijs hebt gewerkt, dan kan je natuurlijk ook een angststoornis ontwikkelen. Althans, zit dat in je of kan je dat ook... Dat je blijvend bang bent voor mannen met middellang blond haar? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dan de rest van je leven misschien wel wat last daarvan krijgt. En daar gaan we ook weer met, dat is het leuke, met Lisa Loep over hebben in de... Zelfspot Gast heet het. Ik zeg heel vaak extra. Het was ooit achter de muur. Ja, toen was het Zelfspot Extra. De verwarring is zo is groot nu... dat ik eigenlijk is een angstcultuur ontstaan om de naam van de verlenging. Ja, zou ik maar zeggen. Maar verlenging heet het ook niet. Nee, Zelfspot Gast. Zelfspotcast gast. Oké. Jaap, hoe is het met je? Want ik heb je tijdje niet gezien, joh. Het voelt al heel lang geleden. Ik wou nog even zeggen waarom we met Lisa Loep dan de Zelfspotcast gingen doen. Jij bent voor mij het belangrijkste, hè? Ja, het is ook winnaar van de slimste mens. Net zo als jij en... Ja? Oh nee. En ik niet. Maar, want ik heb daar dan weer een hele grote angst voor. Ga ik allemaal met hem bespreken. Slimste mensangst. Ja. Nou, ik ben er een paar keer voor gevraagd. En het is eigenlijk de enige reden dat ik het echt niet doe, is dat ik geen zin heb dat ik dan naar ronde 1 eruit ligt. En dat jij dan de rest van deze podcast mij belachelijk gemaakt. Dat heb je al gehad. Dat is helemaal geen reden. Ik maak je al belachelijk. Nee, dus daar ga ik gewoon echt... Daar begin ik niet aan. Het lijkt me ook eng. Gaan we het met haar over hebben. Want zij heeft een echte angststoornis. Ja. En tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... Precies. Van joh, ik heb allerlei dingen. De jeugd van tegenwoordig. Ik heb allemaal stress en angst. Ja. Maar dat moet je moet wel echt even door een dokter... Moet dat op je geplakt zijn. Ja. Dat gaan we later over hebben. En jij zegt net tegen mij... Ik heb je lang niet gezien. Vertel. Nou, ik heb je lang niet gezien, van mijn gevoel. We hebben allerlei dingen gemist. We hebben dat hele Matthijs verhaal gemist. We hebben allerlei dingen gemist. Dus we moeten echt even bijkletsen, dat we daar wel even over moeten hebben, over Matthijs. Ja, kom op, man. Ja, dat is wel van alles gebeurd. Nou, begin maar met dieptepunt. Dan praten we toch weer even bij. Oké. Ik ga aanstonds... Ga ik verhuizen. Ja. En ik heb dus eigenlijk nooit last gehad van het idee van... oh, dan ga ik naar mijn huisje en mijn fijne plek en zo. Het boeit me echt helemaal niks. Nee, ik kan, je leeft uit een morgen tas. Kan ik in principe kan ik weg en zo'n plek zal... Het zal je hecht je niet aan en zaken, ik, maar werd, wel aan mensen. En ik werd de laatste paar keer een beetje 's nachts wakker. En een beetje echt een beetje emo. Gewoon een klein waterlandetje. Nee. Door de kids. Dat ik dan dacht, die lieve jongens hebben dan hun kamer en hun vaste plek. En dat vinden ze dan prettig. En dan gaan ze dan toch missen en zo. Ja, ja. En de buurjongens, we hebben dan twee van die buurjongetjes. Daar spelen ze altijd mee. Die moeten ze dan ook missen. Ja. Maar ja, sinds ik kids heb... Ik denk toch dat ik daar wel een beetje... Ik heb er een beetje moeite mee. Maar heb jij dat ooit gehad met verhuizen? Nee. Dat je dacht, oh nee, mijn huisje. Dat je dan echt doeien zei. En dat je een afscheid nam van het huis. Nee. Nou ja, goed. Ja, ik heb natuurlijk het geluk dat mijn ouders nog steeds op de plek wonen waar ik ben opgegroeid. Dat is fijn, hè? En dan, dan blijf je dat anker hebben. Heb je altijd een basis? Diep gevoel van, ik kan echt een potje van maken in mijn leven. En ik doe mijn best. Maar er is daar nog wel een kamertje. Maar er is daar altijd een veilige haven. Dat is echt een groot voordeel. Dat heb ik inderdaad niet. Want mijn ouders zijn dan gescheiden en wonen inmiddels allebei natuurlijk ergens anders. Ja. En dat is wel waar. Dan heb je niet één thuis wat altijd je thuis is. Ja. Nee, dus dan, maar goed, ik heb nu wel... Ja, dat hangt natuurlijk samen inderdaad met je gezin. Want dan heb je met elkaar een plek gecreëerd die thuis is. En dan is dat ook thuis. Als je alleen in een appartement in Amsterdam woont... Ja, ga je maar eens echt hechten aan zo'n appartement. Dat nee, maar dat heb je niet. Sowieso minder met zo'n appartement. Ja. Kijk, wij hebben nu al inderdaad echt een huis, een gezinshuis. Ja, met je plekjes thuis. En je eigenaardigheidjes en je dingetjes en je ritmetjes. En je ritmetjes. En zusjes, maar het valt mee, hoor. Maar dit was eigenlijk het meest... diep hoe ik kon gaan afgelopen week. Want eigenlijk gaat alles gewoon hartstikke goed. Wow, dus ik moest echt graven in mijn... Ja, er is verder gewoon is allemaal niet zoveel aan de hand. Gewoon. Het is echt een...